beste informateurs, politieke partijen en Nederland. Jullie staan voor belangrijke keuzes voor de publieke zaak. Doel is om een krachtig maar beperkt regeerakkoord te creëren. Om daarbij te helpen bundelden meer dan 150 experts uit wetenschap, onderwijs, bedrijfsleven, organisaties en overheid hun krachten. Samen stelden zij hun allerbeste 150 ideeën op voor de publieke zaak van Nederland, verdeeld over 15 werkterreinen, waarbij men zich moest beperken tot 1 A4'tje per idee. Leven doe je niet alleen, dat doe je met anderen. En dat begint ook met veranderingen. Hè? Je begint natuurlijk bij jezelf, met ideeën, ontwikkelen, bedenken. Maar op een gegeven moment heb je anderen nodig om verder te kunnen komen. Daar hebben 150 mensen mee gedaan. Ze hadden allemaal dezelfde inspiratie. Ze wilden iets veranderen. Het moet niet vanuit de politiek komen, maar vanuit de samenleving. Dat vind ik ook aansprekend aan meer wel. Is dat als je juist zegt van wat wel kan en waar je wel voor staat en waar je wel in mee wilt gaan. En dat ook op een nette manier brengen met oplossingen, met een positieve blik naar de toekomst. Een prachtig voorbeeld van betrokkenheid van heel veel mensen bij heel veel goede ideeën. Die dan opgeteld, inderdaad 150 ideeën, klinkt veel. Maar als je het in alle onderdelen opsplitst, is het weer per onderdeel is het een overzichtelijke set van concrete aanbevelingen. Een opdracht tot luisteren en samenwerken. Je kunt het niet meer alleen. En de groepen waren fantastisch om dat ook te ervaren. Ideeën van allerlei kanten. In het boek Meer Wel zijn al deze ideeën samengebracht. Nederland doet het eigenlijk heel goed, maar we hebben wel een paar hele serieuze problemen. Dus bouwen aan een nieuw Nederland is buitengewoon hard noodzakelijk. We moeten onszelf opnieuw uitvinden. We moeten naar een democratie die eigenlijk een burgerdemocratie is. De grote uitdaging voor het digitale domein is het terugwinnen van onze soevereiniteit. We hebben altijd in ons hoofd, wij moeten het goede subsidiëren. Maar je moet het kwade belasten. Dat je een groep mensen hebt die bij elkaar zijn georganiseerd met elkaar. En die zich gaan bemoeien met niet alleen wat ze willen in die straat of in die buurt. Maar ook handen en voeten gaan geven in de uitvoering. De 10-minuut-stad. Alles binnen 10 minuten. Lopen of misschien fietsafstand. Is dat niet geweldig? Ontwikkel een land met een plan. Dat langere termijn perspectief schetsen van Nederland over 80 tot 100 jaar. En kijken wat voor invloed dat heeft op beslissingen die je nu moet nemen. Dus infrastructuur, mobiliteit, woningbouw. Hierbij bieden jullie het boek aan, namens de 150 experts, maar eigenlijk namens Nederland. De kwaliteit van de publieke zaak bepaalt grotendeels de kwaliteit van ons leven. En we hebben een geweldig land, maar er moet flink aan gesleuteld worden. Jullie zijn dit aan het doen en wij willen helpen en wensen jullie heel veel succes. Wat we nodig hebben voor fundamentele veranderingen is samenwerking.